Humming, mensen, vandaag is het vrijdag, dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pip. Hoppa. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Ja, kijk mensen, vandaag is een dag dat we nog altijd in Italië zitten. Maar niet voor lang, want we gaan naar huis. Dat is niet leuk, hè. En kut. Ah, wacht. We gaan dat een keer nieuw doen. Wacht, hè. Wacht. We gaan dat nieuw doen. Dus 3, 2, 1. Ja, dat is niet leuk, hè. Nee. Zo fake. En vandaag gaan we naar huis, hè. Ja. Dus het is nu 6:30. Binnen een kwartiertje staan we beneden. Gaan we dan uitchecken. Dan gaan we naar het station gaan. En daar kunnen we zo een soort van shuttle treintje pakken. Iets speciaals, ik had dat nog nooit gezien. En gaan we met dat treintje naar de luchthaven. Daar pakken we natuurlijk ons vliegtuig weer. En dan gaan we naar de Belgique. En daar gaat Anouk haar daddy staan te wachten daar. Test ook nog. Ah ja, test ook dat hij daar staat. En dan gaan we weer naar Waregem. En van Waregem gaan we naar Roeselare. En van Roeselare in mijn bed. Let's go! Yeah! Zot, want dat was dus een volledig onbemande shuttle, een heel klein treintje. En in nog geen 5 minuten staan we gewoon van stad Pisa hier aan de luchthaven. Dus, en voor 10 euro. Dus een aanrader, als je komt naar Pisa en je moet naar het station van eerste keer, of in het centrum zijn van Pisa, pak gewoon in de shuttle, kost 10 euro en je bent er. En super rap. Goed gevonden Pisa, goed gevonden. Voilà, people.
We are hier in de, hoe noemt dat, terminal? Hoe noemt dat eigenlijk hier? Voor de gates. Ah, ja. We zijn hier aan de gates. Voilà. Daar. Het is dus door de security geweest. Natuurlijk hebben ze mij aan de kant gehouden. Ze hebben mij volledig gefouilleerd. Van kop tot teen. Inwendig en uitwendig. Het was echt een vreselijke ervaring. Nee, ja. Gewoon biep, alles erin, in zo'n bakje steken. Maar mocht dat dus niet filmen, hè. Mocht niet filmen aan de security. Ja, maakt niet uit. Dus ja, nu moeten we hier nog wachten tot 8:30. Nog 20 minuutjes en dan gaan we pas zien op het scherm waar dat we naartoe moeten gaan. En ja, dat gaan we wel zien, hè. Normaal om 9:55. Is ons vliegtuig dus nog een uur en drie kwart. Amai, dat is nog lang. Maar, terug, waar dan we zitten, gewoon de wachtstoeltjes, kijk hier even. Ongelooflijk, overal waar je kunt zitten, als stopcontacten of USB-ports, voor alles op te laden en te doen. Dus dat is wel dik in orde. Ik ga ook blij zijn dat ik ga thuis zijn en dat ik mij ga scheren, want ik ben een beetje gelijk een bosaap op mijn toot. Is het niet? Ja, hè? En dat stakt, zegt ze toen. Het stakt veel te veel, hè? Ja, goed. Ik weet niet meer wat zeggen, dus ik ga hier stoppen. We zijn geland, joepie! Lekker weer koud, grijs en grauw. Welkom back in Belgium! Oh, met dat! Welkom back! Oké! Okay. Een beetje koffie, frisjes en lichtjes. Nog twee keer raden wat dat Anouk weer moet doen. Pipinoekie. Jongens, dat is echt overal. Zus voor dan vertrokken ook, dat is juist. Ah, maar wacht hè, ik moet eerst nog pissen. We zijn juist geland. Ja, we willen vertrekken, daar is een uitgang. Ja, maar ik moet eerst nog pissen. Klein pakje frieten, zei ze. Amai. Dat is al de moeite. En dat zijn twee middels. Ja. Hey, het zijn niet frieten voor heel leger. Mmm. Goed, goed. Ja, vrij goed. Thuis komen, direct frietje neer. Ja, man. Dat is gewoon moe. Ik eet graag pasta, ik eet graag pizza. Maar nu is het dada, pasta, pizza, nu is het frita.
Voilà, die mensen. En die frieten vanmiddag, zo smaakt niet normaal. En ik weet niet waarom. Maar allez, ten eerste, het waren super goeie frieten. Dat was dus in Waregem. Hoe noemt die frituur? Hoe noemt? 8. Gewoon 8. Frituur 8, oké. Okay. Frituur 8. Dat was niet normaal hoe goed dan die frieten waren. Hoe lekker dan ze waren. Hoe proper, vers, mega veel. Niet normaal. Het was overdreven veel dat je kreeg. Top frituur. En frituur 8 kun je vinden. Het is een Chinees. En het is een Chinees, ja? Het is een Chinees die het openhoudt. Voilà. Een friet Chinees, laten ze zeggen. En ja, het was supergoed. Ondertussen zijn we weer thuis. Dat is ook de max. En het eerste dat ik ga doen, ik weet het. Wat ga ik eerst doen? Kijk. Mijn broek afdoen, kleren afdoen. Mijn broek afdoen. Maar ja, ik loop mega graag gewoon in mijn onderbroek. In mijn kot, gewoon op mijn gemak. Chill, gewoon chill. Vanaf morgen ga ik ook weer beginnen trainen, want je ziet al ver niet naar mij wat ik heel dag doe hier. Jongens toch, echt 5 dagen weg. 21 dagen heb ik achter elkaar getraind. We zijn 5 dagen weg en zie niet naar mij. Maar het zal toch godverdomme rappen weer zijn, ik. Vanaf morgen gaan we weer beginnen. Vandaag niet. Vandaag is gewoon op het gemakske, ze biedt naar mijn movie room. En wat er ook leuk is, nu dinsdag, dus je ziet onze keuken, komt er een volledige nieuwe keuken. Allee, ze gaan ze hem leveren, ik ga het zo zeggen. Dus nu dinsdag gaan ze een volledig nieuwe keuken leveren, maar het is maar 16, 17 oktober dat ze heel die nieuwe keuken gaan komen afbreken, de dien en volledig nieuwe installeren. En het gaat echt zot zijn. Ja. Het is... Waar ligt die grote roze kruin omheen? Ah, daar hè? Die hoodie. Ja. Hier aan de kapsel 3. Oké. En dus, oké, voor verder te vertalen, het gaat echt de max zijn. Dus er komt een keuken zo, en dan zo, maar dan nog een keer zo hier. Dus volledig in U-vorm, allemaal nieuwe kasten, nieuwe oven. En de oven komt daarin. Zo, die grote frigo komt daarnaast. En ja, de vaatwas komt erin. En dan, dus dat gaat zo. En dan komt er hier nog zo'n volledig stuk. Maar ik zal het wel allemaal tonen. De dag dat geïnstalleerd is, zal ik wel een keer een filmpje maken of wat foto's posten op Instagram. Al die tegels zijn eigenlijk ook nog maar nieuw, maar ja, dat was eigenlijk een miskoop. Tegen goed gedaan voor de paar jaren. Maar ze gaan er ook allemaal af. Er komt een volledig andere wand. En ja. En dan volgend jaar. In maart of april, mei, juni. Zoiets ongeveer. Weet ik veel. Als het is volgend jaar komen er overal nieuwe plafonds. Hier komen er 2 nieuwe lichtstraten in. En dan een volledig nieuw dakterras boven. Daar komt er. Vanachter komt er een schuifraam. Voilà. Allemaal tip-top in orde. Hier komt er een volledige witte nieuw plafond. Boven komt er nieuw plafond. In de badkamer nieuw plafond. Het gaat echt de max worden. Het kost allemaal veel geld. Maar ja, daarvoor gaan we gaan werken. Hè. En dan moet ook nog trouwen. Maar dus die trouw, doordat we al die verbouwing gaan doen, gaat die trouw maar komen in 2025. Dus het zal nog niet voor direct zijn. Maar sowieso komt het eraan. Maar ja. Eerst nog een beetje sparen, een beetje werken en een beetje sparen. Goed, voilà. Veel gaat er niet meer gebeuren. Ik ga misschien nog naar een film kijken of zo, weet ik veel. Ik ga zo blij zijn dat ik ze biedt in mijn... Allee, ze biedt straks in mijn bedje ga liggen. Waarom? Omdat die matras was zo hard daar in totaal van Pisa. Was zo hard. En ik lig gewoon mega graag zacht. En ik heb boven een boxspring die zo zacht ligt. En dat gaat gewoon... Ik ga zo goed slapen, dat gaat niet normaal zijn. Dus, moet ik nu die vlog al afsluiten? Ja, ik zeker, ja, want we gaan toch niks meer doen. We gaan nog eten en dat is het. Dus we gaan toch niks meer doen. Dus, allemaal bedankt om te kijken, mensen. Allemaal bedankt voor de comments en voor de reacties. En er zijn ook veel mensen die mij berichtjes gestuurd hebben via Instagram. Ga je posten.
vloggen in Pisa. Zij aan het vloggen in Pisa. En ik heb veel gevlogd in Pisa. Dus het waren 5 leuke dagen. 6 leuke dagen. En voilà. Dat waren de reisvlogs naar Pisa. We hebben leuke dingen beleefd. Veel schone dingen gezien. Ik heb ondertussen Anoukske ook ten huwelijk gevraagd. Dus dat komt allemaal dik in orde. En bedankt allemaal om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Wanneer dat gaat zijn, weet ik veel. Misschien wel in oktober, eind oktober, begin november, is het filmfestival Razor Reel. En daar ga ik 4 of 5 dagen, dat is zeker. En daar ga ik allemaal naartoe gaan. En dat ga ik ook allemaal vloggen. Dus er komen nog vlogs aan, maar het zal een beetje eind oktober zijn. Maar, komt al goed. Weet je wat? Salut!